draag oortjes zonder muziek. Ik draag een zonnebril, maar er is geen zon. Ik heb deo, want ik stink naar zweet. En natuurlijk ben ik gewoon f***. Dat was de swag song by Acid aka Nathan. Waarom heb ik die zonnebril toch altijd aan? Vonden jullie de swag song niet leuk? Vonden jullie de swag song wel leuk? Je kan hem kopen op iTunes. Toch niet. Wat je wel kan doen is de video liken en dat support mij enorm. De duimpjes omhoog de laatste tijd is echt super grote motivatie. Het is de olie voor de auto rijden te houden. Goeie vergelijkingen met Nathan. Smash zeker duimpje omhoog. Op die manier wordt de kwaliteit van de video's ook beter. Want! Want! In deze video gaan wij het hebben over. Want ik zit in een geldcrisis. En daar ga ik vandaag met jullie over praten terwijl ik een spel speel. Dus jongens, ik zou zeggen, druk al even op dat duimpje omhoog. Het sport me enorm. Ik ben Acid en ik zeg, let's go. Arriba. Oké, ja. Ja, let's go. YouTube Acid hier met vandaag dus een nieuwe video op mijn kanaal. Als wij de 600 duimpjes omhoog kunnen knallen, krijgen jullie morgen van mij een nieuwe video. Morgen is het woensdag, dus op woensdag kan ik gewoon een goede video maken. Maar vandaag is het een hele speciale dag, want gisteren in de comments had ik één comment van één random dude. En die vroeg, hey Acid, ga Call of Duty Ghost spelen? Ik dacht, what the fuck, nee, Ghost is good spel. Toch spelen we het vandaag, want een beetje variatie is goed. En anders is het altijd dezelfde shit die ik upload op mijn kanaal. En aan de andere kant is Ghost gewoon, ja. Ah, leuk spel als je één potje per 10 jaar speelt. Want anders zuigt het spel ook gewoon weer ballen. Maar zoals ik jullie al had gezegd, vandaag gaan we het hebben over money. Want zoals jullie ook wel weten, zit ik met enorme, enorme, enorme. En ja, ik bedoel ook echt gewoon super grote geldproblemen. Want ik moet allemaal nieuwe shit kopen. En ik moet mijn camera herstellen. Of ik moet sparen voor een nieuwe camera. Maar ik heb daar allemaal geen geld voor. Ik heb geen geld om alles op hetzelfde moment te doen. Dus ik moet alles de hele kleine stukjes afbetalen. Of ik moet er natuurlijk voor gaan werken, wat ik ook doe. Maar ik moet natuurlijk video's blijven maken voor jullie. En daardoor kan ik niet altijd gaan werken. Wat velen van jullie waarschijnlijk niet weten, is dat ik enorm veel extra uren doe in een restaurant. Omdat ik gewoon veel geld moet betalen voor al deze dingen die hier op mijn kamer staan. Ik bedoel, die nieuwe C920 van Logitech heeft ook gewoon 80 euro gekost. En even serieus, 80 euro is ook niet zoiets die je gewoon even uit je zak tovert. Dus eigenlijk kan je wel zeggen dat zo goed als alles wat ik verdien in de horeca, rechtstreeks naar YouTube gaat. Want die YouTube monies waarover iedereen het heeft, dat is amper genoeg om te kunnen kopen wat ik hier allemaal heb staan. Ik bedoel, dat is echt niet genoeg. Dat is gewoon amper iets. Dus daarom moet ik enorm veel werken in dat restaurant. En ik probeer dan altijd zo goed mogelijk mijn best te doen, dat ik misschien ooit een beetje opslag krijg. Dat ik zo dan makkelijker die dingen kan kopen voor jullie. Want sommige mensen snappen niet hoe duur YouTube is. Maar daar ga ik het in deze video niet over hebben, want daar heb ik al eens een video over gemaakt, heel lang geleden. Want bij mij gaat de laatste tijd echt gewoon alles kapot. En als iets kapot gaat, dan is dat iets onverwachts. En dan ben ik aan het sparen voor iets anders. En dan moet ineens al mijn geld naar die shit. En dan kom je geldproblemen. En dan werd de vraag ooit wel eens gesteld aan mij. Acid, maak jij winst met YouTube? Nee. Maar ik bedoel echt nee. Ik denk dat als je het zou bekijken met een grafiek, dat ik sowieso nog 400 euro in het rood sta met dingen die ik in YouTube heb geïnvesteerd. En dan gaan we mijn computer niet eens meerekenen, want die computer gebruik ik ook voor andere dingen. Als je mijn computer erbij zou rekenen, dan is het sowieso 2000 euro in het rood. Maar zoals ik al eens heb gezegd, ik doe YouTube niet voor de fame. Doe YouTube zeker niet voor het geld. Want het is het niet waard om het te doen voor het geld. Ik doe YouTube zeker niet voor de gratis spullen. Want ik krijg gratis spullen. Ik doe YouTube ook niet voor de tripjes naar de super nice exotische eilanden. Want ik maak geen tripjes naar exotische eilanden. Ik doe het voor het plezier en omdat ik het leuk vind en ja, gewoon daarom. En je kan nu zeggen, Acid, je liegt. Dat is niet waar. Waarom zou ik het moeten doen als het niet voor het geld is ofzo? Want ik verdien er amper iets mee. Als ik het voor het geld zou doen, was ik al lang gestopt met YouTube en meer in de horeca gaan werken. Ik doe het misschien een beetje voor de likes. En ja, ik ben nu gewoon eerlijk, die likes is gewoon leuk. En het is leuk om te zien dat mensen je video liken. En je moet het toch doen voor iets, want je kan het toch niet blijven doen gewoon om het te blijven doen. Een mooi voorbeeld daarvan is dat je niet video's kan blijven maken als je
subs niet stijgen. Want als je moet blijven video's maken voor 20 subs en je moet dat 2 jaar doen of zo, ik zeg het je, je houdt het niet langer vol dan 5 maanden met 3 likes. Ik zou ook graag geld aan andere dingen uitgeven. Ik bedoel, ik zou graag eens iets kopen wat geen camera is, of microfoon, of statief, of een PlayStation 4, of een spel, of een console. Dat doe ik niet, want YouTube is mijn hobby. Ik doe dat allemaal voor jullie boys en girls. Ik daar laatste opmerking op, daar ook girls mijn video kijken. Dat ik moest stoppen met te zeggen alleen boys. En dan vragen mensen soms aan mij, hey, Sid, waarom vraag je zoveel om likes? Omdat likes toch gewoon iets leuks is en het is geen geld en het is gewoon leuk. Het is de motivatie om te blijven YouTuben. En de leuke comments onder elke video. En de lieve berichtjes die ik van jullie krijg op Facebook en Twitter. En allemaal van die dingen die mij motiveren om te blijven betalen voor YouTube. En die blijven motiveren om te blijven werken. En om te blijven verbeteren in kwaliteit en om origineel te blijven. En dan worden er soms mensen boos dan omdat ik om likes vraag. Ik bedoel, het is toch beter dan vragen om geld. Oké, vond je deze video leuk? Stort dan zeker even 100.000 euro op mijn PayPal account. Krap je rustig. Krijg geen flip. Want dus guys, ik hoop gewoon dat jullie weten dat ik enorm veel tijd aan werk in jullie stop. En dat ik het echt doe gewoon omdat ik het leuk vind. En omdat ik hou van likes. En omdat jullie mijn schatjes zijn. Jongens, vonden jullie deze video leuk? Support jij mij? Druk dan op die heilige like. En jij maakt mijn dag sowieso goed. Jongens, ik zou zeggen, bedankt om deze video te kijken. Bedankt om deze video te liken als je hem geliked hebt. Ik ben Aisit. Ik zeg, ik zie jullie morgen bij een nieuwe video. Natuurlijk als we die likes halen. Ik ben Aisit. En ik zeg, jongens, adios. Tot morgen. Bitches, geniet van jullie. Dinsdag. En ik zou zeggen, adios. Als je dit nog ziet, zet dan even in de comments Lampenclub. Want als jij dit stukje van de video nog ziet, dan zet jij gewoon in de Lampenclub. Lampenclub for the win. Dat is...